Dit is het plafond in de woonkamer van Jacqueline van Wessel in de wijk Malburgen. Hoe lang geleden is dit geschilderd? 6 weken terug, denk ik. Serieus? Ja. En nu alweer de plekken? Ja. Ja. Want jullie me net heel veel foto's zien van allemaal schimmelplekken, maar die heeft u allemaal alweer overgeschilderd. Ja, heeft de woningbouw gedaan, maar het euvel blijft zitten. En zij is niet de enige met deze problemen. Vorige maand tekenden bijna 100 mensen uit Malburgen en Eimersweide een petitie met klachten over vooral vocht, tocht en schimmel. Elk half jaar dan staat de hele boel gewoon blank. Dan begint het in de wc en dan komt het hier bij de vaatwas omhoog. En dan is alles nat. De woningbouwcorporatie neemt de klachten serieus. Wat wij sowieso gaan doen is alle mensen die nu een klacht hebben geuit, gaan kijken wat is er aan de hand en kunnen we de klacht verhelpen. Maar daarnaast hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd om een steekproef te doen en te gaan kijken wat er aan de hand is. De SP mobiliseerde mensen om een petitie te tekenen en inmiddels wordt de politieke partij vanuit meerdere wijken bestookt met vergelijkbare klachten, veel over tocht. De gordijnen gaan gewoon heen en weer als het even waait. Het is, je kunt de boel niet warm houden. Je kan stoken wat je wil, maar het blijft gewoon koud. Volgens de SP leidt dat tot gezondheidsklachten. Als er veel tocht is of veel vocht in de woning, dat kan slecht zijn voor de gezondheid. Dus dat signaal nemen we serieus en dat gaan we aan een deskundige instantie voorleggen om te zien of er inderdaad reden is om om naar de gezondheid te kijken. Ik woon hier nu 9 maanden en ik heb er al spijt van. Het liefst wil ik weer weg, ja.